oligopolie en kartelvorming. Er zijn verschillende marktvormen met ieder zijn kenmerken. Een oligopolie is één van deze marktvormen. Hierbij is sprake van een klein aantal aanbieders die op dezelfde markt hun producten of diensten aanbieden. Wanneer de aanbieders allemaal precies hetzelfde product aanbieden, dan is er sprake van een homogene oligopolie. Wanneer aanbieders verschillende varianten van producten aanbieden, dan spreken we van een heterogene oligopolie. Er is vaak een behoorlijke concurrentie. Daarom moeten producenten een manier vinden om zich te onderscheiden. Dit kan door prijsconcurrentie of niet-prijsconcurrentie. Bij prijsconcurrentie verlagen aanbieders hun prijzen om zich te onderscheiden. Dit kan echter ook leiden tot een prijzenoorlog. Bij niet-prijsconcurrentie zorgen bepaalde productie-eigenschappen ervoor dat een producent voordeel heeft ten opzichte van de concurrentie. Wanneer bedrijven in een oligopolie gaan samenwerken en afspraken maken over bijvoorbeeld de prijs, dan noem je dit kartelvorming. Kartels zijn echter verboden. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.